ondernemersvereniging Zoeterwoude, OVZ, organiseerde een speciale avond voor haar leden. In de vriendschap verzamelden zo'n 40 leden zich om alles te leren over de inzet van social media. Tijdens de bijeenkomst waren er diverse sprekers. Een van deze sprekers was Gaby Paans. Wij vroegen aan hem wat hij de leden over social media heeft verteld. Dat ging over social media. We zijn uitgenodigd door de ondernemersvereniging Zoeterwoude om een presentatie te geven over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van social media. En dat hebben we net gedaan. De woorden van mijn andere collega's spreken hier te gebruiken. De mensen die de deur een klein beetje op de kier stond, die hoop ik geopend te hebben. En dat ze mee aan de slag gaan. Uiteraard wilden wij van de aanwezige leden weten of ze ook bekend zijn met social media. Ik heb een website en ik zit op LinkedIn. Maar op mijn LinkedIn profiel doe ik eigenlijk niet zoveel dan alleen maar af en toe mensen accepteren of uitnodigen. En als ik het zo zie, denk ik van nou, ik mag wel een updateje doen op mijn profiel. We hebben een website draaien en we doen eigenlijk alles via mail en telefoon nog. Eigenlijk gebruik ik het alleen om het wat te volgen. Ik ben er zelf niet heel erg actief mee. En wat ik vooral doe is Twitter volgen. Ik ben daar heel voorzichtig mee. Ze kunnen je natuurlijk ook afbranden als er wat gebeurt en jouw naam staat erbij. Ik vind dat je er per bedrijf heel goed over na moet denken of het past of niet. Je moet goed bedenken wat je doet op social media en wat je twittert bijvoorbeeld. Ik vind dat er mensen zijn die zoveel onzin twitteren de hele dag door, dat ze zichzelf daardoor nogal ongeloofwaardig maken. En ik denk dat zakelijk gezien heel onhandig is.